We staan hier vandaag bij bij de grens België-Nederland. Grenspost Poppel-Goorlen. Goorlen-Poppel, zoals je wilt noemen. Bij de Tilburgers en Goorlenaren, dus een heel bekend punt. Nou, de grensovergang wordt niet meer gecontroleerd, al jaren niet meer. Maar dit punt is nog steeds eigenlijk van erg in trek vanwege de goedkope Belgische benzine. En de Belgische tabak. En de Belgische bieren natuurlijk. Dus nog steeds een punt waar veel Nederlanders, al is het maar 10 minuten, verblijven. Iets verderop dus, richting Turnhout, dan zit je in België. En hier op dit punt ga je ook de provincie Noord-Brabant verlaten. Noord-Brabant zeggen we, heel makkelijk eigenlijk, maar dan zou je toch eigenlijk denken, dan moet het ook een soort Zuid-Brabant zijn. Hè? Zoals bijvoorbeeld in Brabant heb je Oud-Vossenmeer, heb je Nieuw-Vossenmeer, heb je Hoge Mierde, heb je Lage Mierde, heb je Oost, West en zelfs Middelbeers. Bestond Zuid-Brabant wel? Nou, daar gaan we vandaag eens eventjes naar kijken, even terug in de tijd. Toen we nog spraken over het hertogdom Brabant. Het hertogdom Brabant bestond van 1183 tot 1795. Zo'n 600 jaar dus. De eerste hertog is genaamd hertog Hendrik en hoe kan het ook anders, de eerste. Het is een groot hertogdom met in het noorden de stad 's-Hertogenbosch en bijna in het zuiden de stad, grote stad Brussel. Diverse enclaves liggen in en buiten het grondgebied van het hertogdom. De hoofdstad van het hertogdom is heel lange tijd Leuven. Daarna wordt Brussel de hoofdstad van Brabant, van het hertogdom. Brussel zal ook later een van de twee hoofdsteden van Nederland worden in de periode 1815 tot 1830. Brussel samen met Amsterdam toen de hoofdstad van Nederland. Na 1830 zal Brussel de hoofdstad van België worden. De tweede grote stad van Brabant, van het hertogdom, is Antwerpen. 's-Hertogenbosch krijgt in 1184 zijn stadsrechten en zal daarmee de vierde stad van het hertogdom Brabant worden. De noordelijkste stad. Het in het noordelijk deel van Brabant gelegen Breda krijgt zijn stadsrechten van Hendrik de Vierde in 1252. Tilburg staat hier eigenlijk onterecht bij als stad in het hertogdom, want dat is dus nooit geweest. Tilburg kreeg pas stadsrechten in 1809 en toen bestond het hertogdom Brabant dan niet. Maar ja, een beetje chauvinistische Tilburg wil toch graag zijn stadhuis erbij zien staan. Hier zien we een afbeelding van hertog Jan de Eerste, die leefde van 1252 tot 1294.
Hij werd ook hertog van Limburg. Hertog van Brabant en Limburg. Ja, dan ben je een levensgenieter. Getuige het bier wat wij nu nog steeds onder zijn naam drinken. In 1568 begint er een oorlog die tot 1648 zal duren en die de 80-jarige oorlog wordt genoemd. Spaanse troepen vallen de Nederlanden binnen en de Staatse troepen onder leiding van de Prins van Oranje die vechten terug. Brabant heeft tijdens deze 80-jarige oorlog veel te lijden van plunderingen over en weer. Een stukje landkaart van onze streek tijdens de 80-jarige oorlog. In 1648 komt er door het Vredespact van Münster een einde aan de 80-jarige oorlog. Een deel van het hertogdom gaat deel uitmaken van de 7 verenigde provinciën, waarin het, zoals later zal blijken, 150 jaar geen zeggenschap zal hebben. Staats-Brabant wordt het genoemd. En het worden zware tijden voor Staats-Brabant. Zo ziet de landkaart er na 1648 uit. Een periode die zal duren tot 1795. In 1795 vallen de Fransen Nederland binnen. Het hertogdom Brabant komt dan in zich heel te vervallen. Ons deel van Brabant wordt eerst Bataafs Brabant genoemd en later behoort het tot het Franse departement Dommel. En in 1813 komt daar een einde aan. Eind 1813 wordt de zoon van stadhouder Willem V onze eerste koning, genaamd koning Willem I. Wanneer keizer Napoleon in 1815 definitief verslagen is, wordt tijdens de Weense conventie besloten dat Nederland, België en Luxemburg één land gaan vormen. De ene helft van het jaar is Brussel de hoofdstad en de andere helft Amsterdam. Dit alles is zeer tegen de zin van de Belgen. En in 1830 komen ze in opstand. Na een mini-oorlog in 1831 van 10 dagen, begonnen door Nederland, moet Nederland deze strijd op bevel van de grote mogendheden staken. En wordt België een zelfstandig land onder leiding van koning Leopold I. In 1831 is België dus onafhankelijk verklaard. En de komende jaren worden de grenzen vastgelegd tussen België en Nederland. Het ooit noordelijke deel van het hertogdom Brabant krijgt de naam Noord-Brabant en hoort dus bij Nederland. Het deel in België wordt opgesplitst in Vlaams en Waals-Brabant. Langs de nieuwe grens tussen Nederland en België worden 365 grenspalen geplaatst. Paal nummer 1 staat bij Vaals en paal 365 staat in het Zwin bij Katzand aan de zee. En dit is de kaart van Noord-Brabant zoals het nu is. En hier zien we de Belgische situatie, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. En zo komen we dus
aan onze huidige provincie Noord-Brabant.